Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Mario Galaxy video. Wie houdt er van kaas? Kom jij nou weer met een random vraag? Doe eens normaal. Kaas! Ga maar weer lekker hier zitten met je kaasbakjes. Dan ga ik eens even kijken wat mijn vrienden van mij in petto hebben. Want in de vorige aflevering heb je kunnen zien dat we blijkbaar vriendjes hebben gemaakt in Mario Galaxy. En die bevinden zich hier ongeveer. Hallo? Hallo vriendje? Waar zijn we? Hij wil naar huis. Oh, hij heeft heimwee. Yo, kijk hier. Captain Toad, jongen. Wat doe je hier? Mario, we hebben het ook al overleefd. We gaan je helpen om de powersterren te verzamelen en Prinses Peach te redden. Je kan op ons rekenen. We gaan dit allemaal samen doen. Laat het maar over aan ons. Oké. Okay. Oh, nice. Een one-up. Dat kunnen we altijd gebruiken. Dat is altijd chill. Ze bouwen hier een starship. Oké. Okay. De Luma's gaan een nieuw schip bouwen. En als dat gedaan is, dan gaan we Princess Peach zoeken en powersterren. Oké. Okay. Dus we gaan hier een schip bouwen. Maar hoe gaan we dat doen dan? Deze Toad vraagt zich in ieder geval af wie Rosalina is. Is ze een heks? Nee. Dat gelooft hij zelf ook niet. Maar wat gaan we doen dan? Wat moeten we hier iets doen? Ik ben nu hier naartoe gegaan. Dat moest namelijk van Rosalina. Rosalina, moet ik even terug naar jou? Moet ik even verslag uitbrengen van wat ze aan het doen zijn? Ja, ik ben daar dus al geweest. Rosalina die zegt dat ze nog steeds op mij aan het wachten zijn. Maar ik heb met iedereen gepraat hier, toch? Moet ik even dit bord ook lezen dan of zo? Je bent één step verwijderd van de Intergalactic Starship reparaties. Moet ik hun maken of zo? Is dat wat ik moet doen? Nee, toch? Dat is volgens mij niet wat we moeten doen. Moet ik hierop richten? Nee. Moet ik hierin? Hallo? Ja, ik heb niet het idee dat ik daar al iets kan doen, jongens. Misschien komt dat later wel. Anyways, laten we dan maar gewoon naar het eerste level gaan. Het eerste level van deze video dan wel te verstaan. En daar gaan we hoor. We hebben weer een nieuwe galaxy. Het Loop-de-Loop Galaxy. Laten we hier naartoe vliegen. Gaan we hier racen of zo? Dit ziet er nu al vet uit. Surfing 101. Dat klinkt hartstikke goed. We gaan surfen, jongens. We gaan galaxy surfen. Oh. Dit is echt gewoon een race. Wat lachen. Wat is dit nou weer voor figuur? Ik vind dit zo leuk, man. Elke keer weer denk ik weer. Wat een vet spel is dit. Hey, dit zijn de penguins. De penguins uit Mario 64. What up, man? Dit is Penguin Paradise. Hier surfen ze op de golven. Serieus, ze noemen het race surfing. Kijk die bazenpinguin daarboven staan dan. Race surfing isn't so easy, so listen to what coach has to say. Nou, het is dus blijkbaar niet makkelijk en we moeten naar coach luisteren. Oh, en dit is meneer Ray. Ray de coach. Hallo Ray. Nou, ik ga even naar jou luisteren. Ik ben ook een surfer, meneertje. Maar dit is de eerste keer dat ik race surfen ga doen, inderdaad. Ja, oh, dit is een rog. Dit is een Ray. Hij gaat het in ieder geval even voor me uitleggen. Oké, dit is de basispositie. Die heb ik nu goed. We kunnen nu naar links en naar rechts draaien. Oh ja, kijk, we moeten echt de stuurknoppel helemaal zo doen. Oké. En nu moeten we hem helemaal naar rechts doen waarschijnlijk. Dus dan moeten we helemaal zo. Ja, oké, duidelijk. En met B gaan we sneller. Oké, spannend. Nou, laten we gaan. Mop. Oh, oh, ja. Ik denk dat het wel handig is om zoveel mogelijk muntjes te pakken. Ah! Ah! Oké, ja. Oké, we hadden hem bijna. Ik had hem bijna goed, maar nog niet helemaal. Ja, dit gaat redelijk de goede kant op. Let's go! Laten we gaan racen. Dit is fantastisch. Dit is gewoon een soort van wave race van de GameCube tegen Mario Kart en dat in één of zo. Super lachen. Kijk ons gaan, jongen. Ik vind dit vet. Ik vind dit vet. Misschien wordt Mario Galaxy wel gewoon mijn favoriete Mario, jongen. Ik heb het gewoon gezegd. Ik heb het gezegd. Maar ik heb wel gezegd, misschien. Hè? Ik heb nog niet gezegd dat het zo is. Maar misschien gaat dat wel gebeuren. Want, tot nu toe is het zo'n vet spel. Al die characters die erin zitten. De diversiteit van de levels. Ik vind het tot nu toe echt heel gaaf. Ik hoop alleen wel dat we dit dus gaan redden. Want ik ben niet zo goed met motion controls altijd. En dit is toch een soort van motion control. Tot nu toe gaan we wel lekker. We gaan eigenlijk heel erg goed zelfs, vind ik. Ja, oké, dit hebben we ook overleefd. Ah, dit hebben we ook overleefd. Nice. Oké, nu scherpe bocht naar links. Go. Oh, nog scherpere bocht naar links. We gaan wel heel scherp nu. Ja. Oh. Wow. Wow, kom op. Kom op, Ray. Lekker. Ja. Nice. 1 minuut 3,55. Hoppakee. Geen probleem. Een gouden medaille. Yay, een nieuwe ster. Lekker hoor. Pak hem maar, Mario. Je hebt hem verdiend, vriend. Hop. Oh. Hoppakee. Nice. Onze eerste ster in de nieuwe level. Super dope. Wat een geinig leveltje, zeg. Wauw. Surfing 101. The Star
Oh, en de galaxy is gelijk compleet. Oh, dat was maar één level. Laten we eens even gaan kijken of dat inderdaad zo is. Ja, dit was inderdaad maar één level. Hier hebben we ook alle sterretjes al gehaald. Dus we moeten toch nog even terug naar Honey Hive Galaxy, waar we een bijtje kunnen worden. Die heb je ook kunnen zien in de vorige aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog, hè, jongens, als je deze serie vet vindt. Laten we ervoor zorgen dat deze serie lekker veel duimpjes krijgt. Dat ik lekker door kan gaan met deze serie. Trouble on the Tower is het volgende level. Oh ja, ik zie het al. Ja, grote problemen. We moeten die knopjes indrukken en we moeten helemaal naar boven. Oh, we beginnen al we beginnen niet redelijk boven. Ik dacht even dat we boven op die berg begonnen, maar nee. Kunnen we eigenlijk hier naar boven? Is dit waar we kunnen lopen? Nee, nee. We moeten denk ik weer eerst een bij Mario worden. Deze kan ik denk ik splatten. Kijk, hoppakee, yes. Star power. Oh, oké. Okay. Oh, snap. Ik donder er ook gewoon bijna vanaf. Oef. Let's go. Ja. Oh, kijk, top. Moeten we even controle schudden en dan hoppakee, kunnen we keihard naar boven vliegen? Oh, nog meer. Ja, nog meer. Top. Oké, nice. Oké, kan ik dit in 3 sprongen doen? Oh, wacht even. Dit is ook zo'n knop. Kijk, hoppakee, een trampoline. Mop, mop. Oh, ik moet wel even wat ja, ik moet dit dus zo doen. En ik wil... Ja, jammer. Jammer. Net te laat. Dankjewel dat je dat trouwens even voordeed, bijtje. Super aardig van je. Okay, laten we even kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Deze kapot maken. Yes. Hier hebben we een Piet. Piet, ik heb je vriend weer genakt, jongen. Nou... Nah. Maak geen indruk op hem. Hij keert geen eens om zijn vrienden, jongen. Anyways, laten we even hierop bouncen. Hup. Hoppakee. En door. Ik denk toch dat... Dit moet ook iets zijn. Maar wat is dit? Moeten we hier... Nee. Ik weet echt gewoon niet wat ik met die plantjes moet, jongens. Help me daarmee. Jullie weten het vast wel wat ik daarmee moet. Waar ik wel weet wat ik ermee moet, is dit ding. Dan moet ik gewoon keihard op bouncen. Kijk, oké. En waarschijnlijk gaat dit volgens een timer. Kan ik hem kapot maken? Ja, ik kan hem kapot maken. Nice. Oké, okay, geen timer dus blijkbaar. Laten we deze knop ook indrukken. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Oh, dat was ook de bedoeling. Ik dacht even dat het helemaal fout ging. Hier kan ik in, volgens mij. Kan ik hier in? Ja. We weten hoe we moeten wall climben. Kom op, wall kicken heet dat blijkbaar. Oké. Okay. Maar kan ik hier in? Ik kan hier niet in. Nou, dan gaan we gewoon even zo. Hoppakeetje. En hoppakee. Oh, hier kunnen we gewoon opklimmen. Let's go. Oeh, die was nice. Die was sick. Met een backflip, alles erbij. Hierboven, is hierboven een ster? Niet de ster, maar hier is wel zo'n portal. Hoppakee. Schiet onszelf weer af. Waar gaan we nu naartoe dan? What? Wat is dit? Wat is deze? Dit lijkt op een of andere grote hoed of zo. Lekker, lekker Mario. Au, au, au. Dat was niet lekker. Pak hem. Pak hem. Wie heeft een muntje? Heeft er eentje een muntje voor me dan? Hoppakee. Geef me een muntje. Ik heb HP nodig. Nee, niemand. Oké, nou, dan ga ik gewoon door. Dus even kijken waar we nu terechtkomen. Oh, oké. Kan ik naast jou ground pounden? Ja, kijk, als ik naast hem ground pound, dan kan ik hem slopen. Kijk, hoppa, op je bakkes. Dit is zo leuk. Jump en go. Lekker. Nu deze grote munt. Wat kunnen we met deze... Wat? Moet ik op die ster schieten of zo? Moet ik die ster pakken? Wat is de bedoeling? Moet die ster... Ja, ik moet die ster pakken. Lekker Mario. Pak ze allemaal. Nice. Spring hierin. Ik weet niet waarom. Wow. Nice. Kijk, daarachter zien we een mevrouwtje weer. Mevrouwtje bij, die zit daarachter weer te chillen. Die Mandybugs, die hebben ons observatiedek overgenomen. En ze maken hem heel boos. Nou, laten we hun problemen dan even op gaan lossen. Hoppakee, hier naartoe. Kunnen we hierop bouncen? Nee, dat kunnen we niet. Dus even kijken wat die Mandybug doet. Niet zo heel veel. Ik ga hier wel even deze paddenstoel pakken. Hoppakee. Nice. Oh. Moet ik bovenop me springen? Ik moet bovenop me springen. En waar moet ik nou weer naar boven? Hier moet ik naar boven. Woehoe! Go Mario! Woehoe! Lekker! Nou, zou ik hier naartoe kunnen? Of, misschien is het wel beter, als ik hierop pound. Oh, kijk, ja, kijk. Zo zet ik de molen aan. Dat was sowieso nodig. Kom maar op Mariootje! Spring maar even lekker hierop. Spring maar achterop de molen. Achterop deze wiek. En ik weet, we gaan naar boven, Mario. Het boeit ook helemaal niet. Er zijn er gewoon 2. Auw. Auw. Lekker. Lekker. Nu is hij boos, hè. Nu is hij boos. Ja, we hebben zijn kindje genakt. Ik snap het wel. Ik snap het wel. Ik zou hier ook boos van worden als we je kindje nakken.
Maar ja, hey, hij heeft niks op ons, hè? Want we fixen dit gewoon lekker. Zo doen we dit. En we pakken de ster en klaar is Mario. In plaats van Kees. En de volgende ster is ook weer in de pocket. En we hebben weer een nieuwe galaxy. Nee joh. Gaan we zo hard? En er is een hongerige Luma ergens verschenen. Oh, die zit gewoon hier in het observatiedek. Ergens bij Rosalina dus blijkbaar. Maar ik ben toch even benieuwd naar de map. Want kijk, voor deze Bowser Universe ding hebben we 8 sterren nodig. Dus basically moeten we nu nog deze halen in Honey of Galaxy. En dan kunnen we daar naartoe. Dan kunnen we naar Bowser. Dus laten we dit level nog even doen. The Big Bad Bugaboom. Ah, en gaat het dan inderdaad over een bug-a-boom? Gaat het over een boom of what? Wat is hier nou weer allemaal aan de hand? En waar moeten we naartoe? Mario die zegt al yes. Die ziet het alvast zitten, jongens. Kijk, meer enemies. Wacht. Oh ja, top. Lekker. Oh, kijk. De pijl die wijst in ieder geval waar we naartoe moeten. Moet hij hier schuin naar boven of zo? Kan ik mezelf af laten schieten met zo'n... Ja, kijk. Super cool. Ik kan mezelf inderdaad gewoon af laten schieten in zo'n vuur, in zo'n waterbel. Super lachen. Nou, dan gaan we even snel deze shroom weer pakken. Want dan hebben we weer 6 leventjes. En ik denk dat we dat nodig gaan hebben. En ik denk dat we hierin moeten springen. En... of niet. Eens even kijken, jongens. Ik weet niet waar we naartoe moeten. We gaan het zien. We gaan het zien. Hier is weer een eigenwijze Piet. Pakken een muntje erbij. Ik denk toch dat we hier naar boven moeten. Maar waar moet ik dan nu naartoe? Ik zie daar wel een portal. En ik zie hier een bij-power-up. Ik denk dat ik die ook maar even moet pakken voor de zekerheid. Misschien hebben we deze namelijk wel nodig. En dan ga ik even hierin. Dan kijken we wel waar we uitkomen. Nee, dit is niet waar ik moet zijn, denk ik. We gaan weer terug, jongens. Want ik denk dat dit betekent dat wij toch hier in moeten. Jongens, misschien moet ik dan toch gewoon hier achter de waterval zijn. Of wacht, laat me eerst even hier kijken. Want hier zie ik ook heel veel dingen. Moeten we dan toch gewoon hier naartoe? Gewoon toch weer richting de koningin? Oh, ik denk het wel, ja. Kijk, de koningin staat hier te wachten. De buren zorgen voor problemen. Wil je ons alsjeblieft helpen? Ah, kijk, inderdaad. We moeten hier naartoe om de koningin weer te helpen. En dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen. Hoppakee. Stuur ons maar op je problemen af, koningin. Geen enkel probleempie. Dan gaan we weer hierin en dan laten we onszelf weer afschieten. Oh, ik moet alleen wel gaan vliegen. Ja. Nice. Oké. Ik vergat bijna te vliegen, jongens. Let's go. En vliegen, Mario. Top, top. Lekker. Oh, wat? Wow. Deze is echt huge. Waarom ben jij zo groot? Oké, wat ga je precies doen? Wat is precies jouw plan? Heb jij een plan, vriend? Heb jij een plan? Of kan ik gewoon zo... Hoppakee. Slammen. Op je bakkes. Oh, hij gaat weg. Hij gaat weg. Hij is boos. Hij is heel boos. Oh, hij gaat vliegen, joh. Dan moet ik ook vliegen. Dan moet ik nu ook vliegen. En slam. Slam. Oh, bijna. Oh, wat? Hij heeft bommen. Hij laat bommen achter. Nee. Die had ik helemaal niet door, joh. Oh, waar haal ik nu mijn power-up vandaan? Jongens, ik moet nu weer een bijtje worden. Ik moet een bijtje worden. Waar is mijn bijen power-up? Hier is mijn bijen power-up. Nice. Oké, we gaan weer de lucht in. Let's go, let's go. En slam! Slam! Slam hem! Heel goed. Lekker bezig. Ik vind die bijen power-up echt lachen, jongen. Oké, pak even al die star dingetjes. Die star pieces hier zo. En ga maar weer de lucht in. Oh, kijk hem nou! Wat doet hij nou? Wat een gek, joh. Oh, bijna. Oké, laten we even hierop gaan. Zo, dan kunnen we hier even chillen. En dan gaan we nu... Oh, ja, jammer. Even uitrusten. Oh, ik wou uitrusten, maar dat gaat... Oh, het uitrusten... Nee! Nee! Ik heb weer een power-up nodig. Ik moet weer omhoog. Ik moet weer de lucht in. Ah! Laat me weer een bijtje worden. Heel goed. Oké, vliegen maar, Mario. Vliegen hoger. Lukt niet. Het lukt niet. Ah! Gaan we even hier tegenaan. Uitrusten. Top. Nu gaan we alvast vliegen. Vliegen. Nee. Oké, go. Nu. Ja, nee, we moeten echt beter timen. Oké, wacht even. Ik wil even naar dat andere deel. Ik wil even naar dit deel eigenlijk. Misschien lukt het wel in één keer nu zelfs. Oeh, het lukt bijna in één keer. Maar ik was dus onderweg naar deze, omdat ik hier iets meer plek heb. Zo, hoppa. En ik denk als ik nu ga vliegen... Ja, en nu een beetje hier naartoe gaan vliegen. Oh, nee, weer net niet. Ah, nee. Oké, wordt dit de timing. Het kan, hij heeft me geraakt, maar ik pak hem gewoon. Hoppakee. Dan maar zonder bij, Mario. Lekker voor je. Hè? Man, dit was tot nu toe wel de moeilijkste baas. Maar ook deze baas hebben we natuurlijk gewoon verslagen, jongens. We doen dit gewoon. Lekker.
Hoppakee, en de volgende ster. En volgens mij kunnen we nu naar het Bowser Galaxy-achtige kingdom ding. Inderdaad, we hebben een nieuwe discovery gedaan, een nieuwe galaxy. We hebben een enemy base gevonden, een vijandelijke basis. En we hopen maar dat ze de Grand Star's power niet misbruiken. En als we naar de map gaan, dan zie je inderdaad dat we nu hier naartoe kunnen, naar het grote hoofd van Bowser. En dat gaan we zien in de volgende video. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. Abonneer voor meer Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!